Als het om gezondheid gaat, dan worden we steeds mondiger. De arts die is niet langer meer de baas. We zoeken zelf wel op internet uit wat we mankeren. Maar soms gaat het ook nog verder. Annelies Ome die heeft diabetes en is niet tevreden met de gezondheidszorg. En daarom begint ze haar eigen kliniek speciaal voor diabetici. Annelies, 5 jaar geleden werd bij jou diabetes geconstateerd, hè? Ja, klopt. Het behandelplan van 5 jaar, dat zat jou helemaal niet lekker. Wat was er mis aan? Nee, je merkt gewoon dat vraag en aanbod enorm uit elkaar liggen. Ik had bijvoorbeeld behoefte aan sensoren. Nou, dat kon niet. Heb ik echt, ben ik van het kastje naar de muur gestuurd. Terwijl andere behandelingen dacht ik van ja, waarvoor moet ik dat nou hebben? En dan loop je naar buiten en dan... Waarvoor gebruik je sensoren voor? Sensoren meten eigenlijk je bloedwaarde. Dus op welke waarde je zit. Zodat je eigenlijk een trend kunt zien. En een trend zegt pas iets in plaats van een vingerprik en een 4 of een 5 of een 15. Okay. Dat voor mij zegt het niets en voor heel veel andere mensen niet. Dus door die trend te volgen met wat je eet... kun je veel beter gaan sturen en ook vooruit gaan plannen wat eigenlijk diabetes is. Diabetes is niet zorg, nee, diabetes is management. Je bent continu bezig met je waardes tussen eigenlijk de 4 en de 6, wat haast onmogelijk is, te managen. En dat kan een dokter niet voor je doen? Of? Nee, dat moet je zelf doen en daar heb je de tools voor nodig, de juiste kennis en de juiste ondersteuning. Daarnaast ook wat je net al vertelde, de veranderende zorgconsument. We worden allemaal mondiger, we willen meer, we willen leven. Ik wil thuis niet op stoel gaan zitten omdat oeps mijn waarde misschien omhoog gaat. Door die mondige consument heb je ook een ander type zorgverlener nodig. Ja. En eigenlijk meer een coach dan een zorgverlener. Hoe ga je het doen dan? Wat wil je doen? Ik wil het niet dus op gaan zetten waarin maatwerk mogelijk is. Ik noem het een klant in plaats van een patiënt. Mijn klant komt en we gaan kijken, oké, hoe ziet je leven eruit? Wat wil jij en wat heb jij nodig om eigenlijk je diabetes zo te managen dat je vrijuit kunt leven? Je hebt standaard 4 keer per jaar een controle. Ja. Ik heb hem 1 keer per jaar nodig en met mij vele anderen. Als je dat geld, die besparing van 3, voor iets anders in kunt zetten, ja, dan kun je er gewoon veel meer uithalen. Maar waarom kan een ziekenhuis dit niet gewoon efficiënt? Als die toch met jou gaat zitten en zegt van ja, luister Annelies, je kunt met 1 keer per jaar kun je hier ook komen, dan is het toch opgelost? Die zitten met een strak model, met een verdienmodel waar ik eigenlijk wel een beetje doorheen kom. Gebaseerd op gewoon de grijze massa. Ja, precies. Op type 2. Mensen die gewoon de oude consument als het ware, ja. Die niet mondig genoeg is. Hoe reageren artsen erop op jouw idee? Vorig jaar was het, toen ik gestart ben, was het met name dat ik aan een verdienmodel kwam. En er is een hele discussie over al die vergoedingen. Dus die gaan daar hun vingers niet aan branden. Dus ik krijg daar weinig steun van. Want de zorgverzekeringen die betalen... de ziekenhuizen, zeg maar, voor de zorg die ze leveren. En jij knipt er eigenlijk als het ware nou een stukje tussenuit. Ja, klopt. Ik ben eigenlijk concurrentie. Zo moet je zien. Dus zij zijn niet blij. We hebben het vandaag ook even gevraagd hoor, aan de Diabetesvereniging Nederland. Die zijn er wel heel blij mee. Lees hem even voor. We delen met elkaar de visie dat er in de diabeteszorg behoefte is aan maatwerk. Ja, klopt. Ook Diabetesvereniging Nederland roept het. Alleen de uitvoering ervan, dat duurt dan zo lang dat ik dacht van weet je, ik ga gewoon beginnen. Je gaat dat maatwerk leveren? Ja. Maar jij gooit de knuppel in het hoender ook, want daar lijkt het toch op dan, dit gebied? Ja, maar dit is wat de klant wil, wat de maatschappij wil. Een deel van de maatschappij, want niet iedereen kan dat. Maar mijn collega die weet net als ik, vrij in het leven, of stel dat jullie het zouden krijgen. Jullie zitten er ook niet op te wachten om in een ziekenhuis een half uur te wachten in de wachtkamer. Bob houdt sowieso al niet van wachten, volgens mij. Nou, ik hou niet van wachten. Kijk, Annemarie, dit zijn ook niet zo mijn onderwerpen. Nee? Als ik naar een oogarts kijk, dan krijg ik last van mijn ogen. Ik heb een zakje Haribo in mijn auto liggen. Dat ligt er dadelijk voor Zonnebreugel al uit. Ja. Dus ik merk dat dit niet zo... Maar tegelijkertijd, ik werk in de sport. Ik ben zelf natuurlijk inmiddels een paar kilo te zwaar. Al lijkt dat vooral door de tv. Je merkt dat het in de sport een ontzettend belangrijk thema dit is. Want je had het net over zitten op een stoel. Ja. Wij zitten eigenlijk allemaal tegenwoordig de hele dag op een stoel. Of in een auto, of in een vergaderruimte. Ik heb ooit pijn aan mijn billen van het hele dag zitten. Ja, ik zag dat. Je zit dan eigenlijk wel in een risicogroep. En stel dat jij het zou krijgen en je moet wachten op je internist of in een ziekenhuis. Of niet de juiste kennis en informatie om het om te gooien. Of je levensstijl om te gooien. Ja, dan zou je bij mij terecht kunnen. Nee, maar het is een fantastisch initiatief. Want eigenlijk zou zorg per definitie maatwerk moeten zijn. Maar goed, het is niet te betalen. Ja, en ook dienstverlenend. In zoverre. Want dat is natuurlijk wel de trend waar u heel erg goed op inspeelt. Mensen willen regie over hun eigen leven. Ja. En willen ook regie over hun eigen onderwijs. Dat merken wij in het onderwijs natuurlijk ook. Hè? Dat ze veel meer de eigen keuze wil maken. En natuurlijk in de gezondheidszorg precies hetzelfde. En als je de middelen kunt aanreiken om het te doen. Dat scheelt ook een hele hoop overheid en allerlei andere kosten. Dan kan het voor een zorgverzekeraar buitengewoon interessant zijn om dat op deze manier te doen. Ja. Alleen, je moet wel zorgen dat het verantwoord is en dat er kwaliteitscontrole blijft. Dat is dus nog een punt, want je bent er ook nog niet, want de kliniek staat of niet. Ook al mag ik het geen kliniek noemen. Ja. Wanneer kunnen we bij jou terecht? Ik heb een vergunning. Nee.
naar jou toe. Wat je zou komen. Drinken die Haribo, hè? Ja. Dat is helemaal afhankelijk. Kijk, ik heb een vergunning nu, dus ik mag feitelijk starten. Maar ik wil een contract met een verzekeraar die met mij dit mogelijk gaat maken. En ik kan niet inschatten of dat 2 weken is of nog 3 jaar. Dat durf ik gewoon niet te zeggen. Ik hoop heel snel. Dus je bent continu in gesprek met alle kanten? Ja, klopt. Oké, en ik hoop dat er snel een antwoord komt.